Wat zeg je? Wat zeg je? Slaagt. Hij vraagt net aan mij. Wil je een ijsje? Nee. Oh, nee. Niet zelfs nog de grootste. Ik zijn gewoon allemaal mensen van thuis bezorgd. Ja, het lijken echt marsmannetjes. Nou, nee, wel. Oh. Kijk even. Hallo, welkom bij een nieuwe vlog. Echt zo, hallo. Hallo. Zoals jullie zien hebben we ingekocht. Robin en ik. Ik vind het zo vol dat ik bijna mijn gordel niet om kan doen. Je ziet ook niks nu meer achteruit, hè? Dat is wel gevaarlijk. Oh, jij hebt het erin. Je hebt er nog één, zag ik. Oh, wij dachten we halen even een paar... Wat vindt hij nou? Oh, een paar leuke dingen. Nou, het zit helemaal vol. Er kan niks meer bij. Maar dat is wel heel leuk, hè? Ja. Heel veel leuke dingen. Ze gaan nu racen naar de winkel. En dan gaan we alles als een jekko. Oh, je kan echt niks zien achteruit. Nee. Je moet hem echt helpen zo. Ja. Welke kant op? Oh ja. Dan gaan we echt alles uitladen als een jekko en uitpakken. En zo snel mogelijk voor jullie allemaal natuurlijk online zetten. En op Insta. Blijft hij wel staan. Wat vind jij het leukste item? Dispenser. Ja. Welke lange... Welk kleur? Groen? Nee, bruin. Bruin? Bruin. Ja? Bruin. En jullie gaan zo meteen even kijken, zeker vallen. Meer leuk. Ik ga echt stuk. Ik vind die legging denk ik wel leuk. Ik vind die legging. Oh, die grijze broek met split. Oh ja. Ja. We hebben een hele mooie broek van Queen Hearts ingekocht. Met die split. Die bikkelvesten vind ik ook nog steeds heel leuk. Ja, die hebben we ook. Ja, wat hebben we niet? Ik vind die flair van Ambika met het printje eigenlijk ook heel mooi. Ja, vind ik ook heel leuk. Nieuw printje. Echt leuk. Ja, we hebben echt heel veel leuke dingen. En veel meer dan we eigenlijk... Ik denk als we straks gaan uitpakken, dat denken, oh ja. Ja. We zaten net al op te noemen, wat hebben we ook weer allemaal. En onze buikje zit ook vol. Ja. We hebben net geluncht bij Corner Bakery. Echt super veel gegeten. Niet normaal. Dames gaan voor. Wat ga je doen? Dames gaan voor. Ja, nu snel to house of naar de winkel. Even kijken, waar komen we vandaan? Links. Oh ja, maar we gaan rechts. Ja? Ja, anders weet ik het niet. Ik heb geen zin om in de navigatie aan te doen. Oh, je mag daar ook niet naar rechts inderdaad. Oké. Okay. We zijn bij de Bree. En er is Mark natuurlijk weer, samen met een hele volle auto. Oké. Okay. Maar Rob, die gaat nu een naaldje eruit trekken. Oh. Lukt dat? Laat ja. De kleding liggen. Oh my god. Je telefoon in je zak. Huh? Ja. Anders straks laat je hem vallen. Oh. Daar gaat ze hoor. Even het bad eruit. Daar gaan we. Het. Nou, to the store. Nou, staat de scooter precies voor de deur waar ik wil staan. Super irritant. Oké okay dan. Uitpakken geblazen. Weinig. Vet weinig. Ja. Waarom zo weinig? Ja, we konden gewoon echt niks vinden. Dus... Nee, dat was het niet, hè? We dachten, ja, moet je kijken. Ja. Achterbak moet je overdoen. Echt vet weinig. Echt zin om wat te doen. Hou je mond, joh, jij. Ja. Wat een zo'n zak hier. Er kwam niks meer bij. Er kon niks meer bij. Oh my god. Nee. Kijk hoe Robin heeft gezeten. Kijk, komt jij ook gelijk? Kom jij ook gelijk? Ja. Ik heb Robin nog niet zien. Spuit 11. Ja, je hebt gelijk. Spuit 11, spuit 12, spuit 13. Oh, succes meiden. Succes, hè? Ja, oké. Dat is wel heel erg hoor. Maar ik ga... Alles gaat naar boven. Alles naar boven, dus het wordt... Workout, ja, daar kan ik ook mee helpen. Nee. Nee, ik heb liever even rennen, dan hoef ik ook niet meer naar de sportschool. Maar je bent de enige die. Oh. Nee, zat hij wel wat steviger dan als in mijn auto. Ja. Wat een dag, wat een dag. Ik heb natuurlijk ingekocht met Robin vanochtend. En we waren toen om 2 uur terug bij de winkel. Toen hebben we eigenlijk met alle, echt met iedereen
gezorgd dat de kleding in de winkel inkwam en gelabeld werd en gestickerd werd en op de foto's gezet is en online zat morgen. En Daan heeft een hele erg leuke dag gehad met alle administratie. Wat vind je daarvan? Ja, verschrikkelijk. Die is gewoon altijd spoed zagrijnig als deze dag er is. Ja. Wat hebben we heel op gedaan? Okay. Ja, ik heb superveel gedaan. Dus dat is weer lekker. We zijn weer helemaal bij. Ik snap het wel. Dus ik zal morgen even filmen. Want Sammy en ik gaan ook een fotoshoot doen. Met z'n tweetjes buiten. We gaan foto's maken van een nieuwe stijl. Je zit het gewoon expres te doen. Echt wel. Okay. Morgen een fotoshoot doen. En we gaan nu lekker naar mijn ouders toe. Dat zijn de hondjes. Die hebben we daar lekker gelaten. Omdat Gambatje die is gecastreerd. En Chapo Game is gecastreerd. En we voelden het nog een beetje te druk in de winkel voor ze. Dat ze nog een beetje down zijn. Dus, dus die zijn nu bij Daanse ouders. En die gaan we nu ophalen en gaan we meteen naar eten. Ja. Het is nu 6:30. Vanavond gaan we Ontvoerd kijken van Dion van de Heuvel. Is het zo? Ja, daar moeten we nog kijken, toch? Ja. Wat moeten we nou nog meekijken? Het is vandaag woensdag. Zijn er altijd veel nieuwe dingen op tv. Echt jongens, als jullie nog series weten. Ja, ik kan het al vragen, maar we hebben ze allemaal al gezien. Goede series hebben wij allemaal al gezien. Maar zijn er nog een paar leuke dingen om te kijken. Ja, dat 040 van die politieprogramma. Ja. En dan, wat heb je nog meer? Een nieuwe Love Island. Wat kijken Love Island. Zo, een lange avond. En dan hebben we Ontvoerd. Oh ja, Kees van de Spek heb ik gisteren maar eentje gekeken. Want wanneer lag te slapen. Echt? Echt. Oh nee, ik heb het laatste stukje gezien. Oh ja, dat is ook zo, ja. Ja, dus we gaan nu bij zijn ouders eten. En dan even weer onze kindjes ophalen. Even pakken hier die bocht. Meneer de racer. Ik zal wel even filmen. Ik hoop dat we iets lekkers gaan eten. Ik ben echt een beetje moeilijk nu ik zwanger ben. Met wat ik wil eten en zo. En wat ik lekker vind. Ja, dat weet ik ook niet. Ja, hoe dan? Waar het wel hun? Ja, sowieso. Zo moet je even tanken. Oh. Okay. Maar ik ben benieuwd wat we gaan eten. Ik heb het koud. Vind je het koud? Nee. Oh. Voor de rest is het alleen maar werken deze dagen. Ja, deze week gaan we echt even knallen. Ja, dus morgen ook. Ik hoop dan ook morgen veel voor jullie te kunnen filmen. Want ja, deze vlog is dus wat minder lang dan vorige week. Maar er komt heel goed nieuws aan. Want volgende week, de vlog, is natuurlijk het einde. Want dan hebben we onze gender reveal party. Dus in deze vlog... deze komt zaterdag op. En dan weten wij morgen, als jullie het kijken, zondag wat het wordt. Wat ik in mijn buik heb. Ben je er al een beetje mee bezig eigenlijk? Nee, ik heb vanmorgen zo druk gewerkt dat ik het vandaag even vergeten ben. Het zal vanavond wel weer komen. Ja, echt zo spannend. Dus dan, die vlog wordt natuurlijk amazing balls. En nu ga ik gewoon een beetje de dagelijkse dingetjes voor jullie filmen. Morgen een stukje vloggen van al die leuke dingen die we hebben gehaald. Welke bedoel je dan? Wat bedoel je dan? De hele auto vol vandaag? Je hebt toch heel veel spulletjes? Oh ja, dat ga ik ook doen. Ja, dat ga ik doen. Oké, jongens. Nou, ik ga misschien zo nog wel even vloggen. En anders, good moon. Zoals jullie hebben gezien, is het weer de volgende morgen. Want ik heb weer wat anders aan. Ik heb het heerlijke tie-dye setje aan in het groen. En we hebben gisteren niet meer gefilmd. Want we gingen eten en zo. Maar het is nu een nieuwe dag. Het is donderdag. En een lange dag voor de winkel van 10 tot 9. Ik ga zo meteen voor jullie vloggen wat we allemaal nu binnen hebben gekregen. Zodat jullie dat weten voor dit weekend. Superleuk. En we gaan ook alles vandaag op de foto zetten. Dus stay tuned. Ik ga vandaag veel filmen. Tenminste, ik probeer zoveel mogelijk te filmen in de drukte. Het is een beetje rot weer. We rijden nu naar de winkel. En dan zijn we weer klaar voor een nieuwe dag. Lieve. Lekker samen in de hondenstoel. Ja. Oh, ben je nog zo moe? Oh, I got it.
Wat wel weer. Nou, ik heb deze laatst gekocht op de markt. En hoe handig dit. Echt een aanrader, want er zitten dus allemaal dingetjes in. Ja, ik kom eraan. En daar zijn ze heel lang mee bezig. Dus als je nog lekkere, bijtdingetjes zoekt voor je hondjes. Koop dan hier op de markt deze. Echt super chill. Ze doen er heel lang mee. En gaan ze nu... Ga zitten. Zitten. Goed zo, Gamba. Goed zo, Chapo. Dan gaan ze weer naar hun vaste stekkie daar. Op het tapijtje. Gaan ze zo een uur liggen. Want hier doe je dus heel lang mee. Dus als je een goede zoekt voor je hondje, koop deze. Robin en ik zijn vandaag allebei in het groen. Dus ik heb de groene tijden aan. Met de nieuwe Bronx sneakers. Die heb ik zelf ook genomen in het grijs. Ik zal ze even hier laten zien. Zien jullie ze goed? Dat zijn deze. Super mooi. Dus ik heb de grijze genomen en de zwarte. Oh, ik ben er helemaal blij mee. En ze lopen ook fantastisch. Ze heten de Tyke Over. Echt leuk. Dus ik ben klaar voor vandaag. Sammy en ik gaan vanmiddag foto's maken, maar het regent. Maar we hebben een hele leuke tijgerparaplu. Dus wie weet dat we daar iets mee kunnen. En ik ga nu even opstarten. We zijn nu de hele winkel aan het veranderen. Echt alles. Dus de woonaccessoires, de kleding. Al het nieuwe in de winkel aan het hangen. Nu is Jamie er ook nog eens van Noah Lux. Hallo. Hallo. En er zit hier iets heel moois in. Zoals jullie misschien wel weten hebben we laatst in de coronatijd een winactie gedaan samen. Met die hele gave neonletteractie. Ook hele gave lampen voor in de winkel besteld. Even één aan. Oeh. Oh, wat leuk. Oei, er zit ook een dimmertje bij. Je bent net aangesloten en dan kan je dus zelf, de standen. Ja? Oh, dat is echt heel hard. We zijn ook heel de winkel aan het veranderen. Dus we kunnen straks meteen die loofjes ook neerzetten. Jamie is even mooie foto's maken. Maar hij blendt wel helemaal erin zo, met het goud. Heel erg leuk. Dit is even de vlog takeover. Ik ga even laten zien wat ik aan heb. Ik heb de nieuwe Spencers aan, die we gisteren hebben ingekocht. En dan met een heel mooi lurex draadje erin. Deze hebben we nu in het bruin en in het crème. En ook nog in het groen, maar die heeft alleen nog geen lurex draadje. Hoe leuk is dit? Ja, let even niet op de kaartjes, die zitten er nog aan. Maar die gaan er straks af. Want deze vind ik wel heel erg leuk. En dan met allemaal kettingjes erbij. Helemaal leuk. Nou, ik ben nu aan het beginnen met shooten met Sammy. Dus wij gaan nu weglopen. En we gaan even kijken. Hè? Moet niet open, dat is niet gelukt. Ongeluk. Oh. Oh ja, paraplu. Mag je binnen niet open doen, hè? Nee. We gaan leuke foto's maken met Sammy de paraplu. En binnen bij de bioscoop. Dus ik ben benieuwd. Maar we nemen jullie mee. Ja. Wat zeg je? Is wat zeg je? Nee. Nee. Hij mag niet kapot zijn. Hij is heel kapot. Kijk nou. Hoe wist je dat al? Hm? We zijn nu bij Cineworld. En we gaan nu kijken of het leuk is als Sammy daar gaat zitten. Met die leuke discolamp op de achtergrond. Met haar nieuwe outfitje. Hele leuke laars aan van Bronx. Leuk hoog. Met een nieuw rokje uit de winkel waar ook een broekje in zit. En het knitted vest. En is het licht oké? Okay? Ja, hm? Leuk. Ik heb net buiten een foto gemaakt met een leuk jasje en met een paraplu. Het was hartstikke leuk eigenlijk. Ik zal hem hier even inknippen voor jullie. Kan je meteen zien. Ja. Oké, okay, zullen we het proberen? Yes. Het is wel een beetje de dag zo, hè? Ja, fotootjes maken. Wil je eens wat laten zien op je camera wat we hebben gedaan? Of course. Dat is toch heel leuk. In een andere setting even de nieuwe collectie shooten. Heel mooi. Dat is mooi. Toch wel leuk. En we hebben hier goed daglicht. Ja, en we hebben popcorn gekregen. Maar hij is al zoet, ja. En we love salty. We want the salt one. Er zijn we weer. Veel in de auto deze vlog, hè? Ja. We zijn onderweg naar Haarlem. Het is nu 17:45. We zijn net weggegaan bij de winkel.
We hebben de hele dag gewerkt. Ik heb ondertussen, zoals jullie hebben gezien, ook foto's gemaakt op verschillende plekken. Ik heb dan alleen de bioscoop gefilmd, maar we zijn ook bij Leekweer geweest. En Daan is vooral ook de hele dag bezig geweest vandaag in de winkel, zowel boven als beneden. En nu gaan we de koopavond even in Haarlem doorbrengen, want Daan moet nog een outfit hebben voor onze Gender Reveal zondag. Dus gewoon een mooie witte blouse, misschien een mooie beige broek of zo. Een mooie pantalon, even kijken. Ik vind crème altijd wel heel mooi. Dus wij gaan dat even proberen te zoeken, maar het zal vast wel lukken. Maar eerst gaan wij even wat eten, want dat hebben we sinds... Hoe laat niet meer gedaan? Morgen. Je hebt alleen van ontbeten. Shake. Van mijn broodjes. Broodjes van best, maar dat was ook vanochtend toch? Ja, eigenlijk wel. Hè. Ja, en ik heb dan wel nog om 2 uur volgens mij 2 crackertjes gegeten met kipfilet en kaas. Maar ja, ik heb ook verschrikkelijk trek, dus we gaan even kijken waar we belanden. Oké, Chickie, vertel eens even waar we zijn. Ik ga het laten zien. Oh. We zitten even bij een leuke oude steakhouse in Haarlem. Er was nog een plekje voor ons, ondanks dat je nu met 30 personen binnen mag zitten. Hebben we een uur tijd, dus kunnen we lekker wat eten. Dan gaan we shoppen. Ik hoop dat we het vinden. Ja, natuurlijk wel. Het zat toch wel? Ja, vast wel. Buon appetito. Tour de doodje en ik mag niet zoveel. Wat is dus deze? Ik... Voor saus? Weet ik niet. Ketchup of zo? Geen idee. Nee. Ik mag niet zoveel, dus ik heb maar kipsaté genomen. Ik zit je net te vertellen, die rode saus, die mag ik niet. Oh ja, ja, die mag je niet. Oh. Ik heb het in mijn mond. Daan heeft een notenallergie, dus hij mag die saus niet. Zet hem lekker weg. Bon appétit. Het is hier wel echt heel gezellig binnen. Ondanks corona zitten we hier wel gezellig. Ja, ik vind hem heel mooi, Daan. Ja. Nou, staat je goed? Voor de blouse zijn we geslaagd. En heeft u misschien die beige kool nog? In zijn maat? Ja? Geslaagd. Stond je mooi hoor? Ja? Ja. Dat is mooi. Wat een rot weer, jongens. We zijn geslaagd. Hij vraagt net aan mij. Wil je een ijsje? Nee. Oh, nee. Niet zelfs nog de grootste. Je moet het wel goed vertellen. Ja, oké, okay, zeg dan. Ik wil het zo vertellen. Hè? Dat is... Oh ja, je vraagt wil je ijsje delen? Ja, wil je een ijsje? Nee. Dus wil je mee eten? Ik zei ook nee. Dat ben de grootste. Ja. Echt, wat daar gebeurt? Wijten wij de Mac? Er zijn gewoon allemaal mensen van thuis bezorgd. Ja, het lijken echt marsmannetjes. Ongelooflijk. We wachten gewoon allemaal op McDonald's bestellingen. Ze bezorgen nu thuis, denk ik. Oh, ze moeten daar naar binnen. Ze staan daar gewoon in de rij. Nou ja, zeg. Nou ja. Ik weet niet wat ik meemaak. Wat... Ik vind het echt heel grappig. Hè? Wacht nou even. Nee. Daan heeft zo'n spierpijn. Ik kan niet eens normaal lopen. Aansteller. Ja. We zijn weer geslaagd. Tenminste, jij bent geslaagd. Hè? Morning. Ik heb lekker mijn 3D-pak aan. En ik ben nu weer in de winkel. Het is vandaag vrijdag. Dat betekent dat ik deze vlog ga afsluiten. Ik heb nog wel een cadeautje gekregen. Die ik graag wel aan jullie wil laten zien. Alleen, mijn batterij is bijna leeg. Dus ik ga het heel snel uitpakken. Dat ik al weet wat het is. Het is namelijk van Oei, ik groei. En ik vind het heel erg leuk om te lezen. In mijn zwangerschap lees ik heel veel over van alles en nog wat. Alles wat ermee te maken heeft eigenlijk. Dus ik ga dit nu even uitpakken. Volgens mij is dit het allernieuwste boek van Oei, ik groei. Oh, hier ben ik echt heel blij mee. Het zwangerschapsboek. En dan ook nog met gouden letters. Dus ik denk dat ze daarvoor ook aan mij dachten. Echt super bedankt. Ik kan niet wachten tot ik dit lekker kan lezen. Ik wilde bijna zeggen zondag, maar dan is het onze gender reveal. Dus ik ga niet zondag lezen, maar zondag wordt een hele spannende dag. We hebben gisteren dan geshopt voor Daan voor zondag. Ik ga alles voor jullie filmen vanaf morgen.